De Israëlische regering heeft toestemming gegeven voor de bouw van bijna 1200 huizen in Joodse nederzettingen. De meeste huizen en appartementen, bijna 800, worden gebouwd in Oost-Jeruzalem. Op de westelijke Jordaan-oever komt de rest. Het besluit komt enkele dagen voor de hervatting van het onderhandelingsproces tussen Israël en de Palestijnen. De Palestijnse onderhandelaar Saab Erekat vraagt zich af waarom Israël dit doet. Why? Who does these things? Are determined to undermine the peace negotiations. Are determined to force people like us to leave the negotiating table. Dit soort dingen zijn bedoeld om het vredesproces te ondermijnen en ons te dwingen weg te lopen van de onderhandelingstafel, zegt Erekat, een van de onderhandelaars. Ik ga erover praten met Midden-Oosten deskundige Robert Soeterik. Meneer Soeterik, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft Erekat gelijk? Ja, mag ik even iets rechtzetten in uw inleiding? U zei dat Israël doorgaat met het bouwen van woningen in Oost-Jeruzalem en de rest op de westelijke Jordaan-oever. Ja. Dat is een misverstand natuurlijk, want Oost-Jeruzalem behoort ook tot de westelijke Jordaan-oever. Dus het gaat om woningen die... Ja, het is een belangrijk onderscheid, want Israël heeft zoals bekend Oost-Jeruzalem eenzijdig geannexeerd. En doet daarmee af dat dit niet langer tot bezet gebied hoort. En dat is natuurlijk een belangrijk iets wat we niet uit het oog mogen verliezen. Nee, daar heeft u gelijk in. Ja. Om terug te komen bij Erekat. De grote vraag is natuurlijk, waarom doet Israël dit op dit moment? Gesprekken moeten nog op gang komen. Er wordt enerzijds ingezet op het vrijlaten van 104 Palestijnse gevangenen. He, dat kan je niet anders interpreteren. En onder druk van de Verenigde Staten zal dat een gebaar zijn om de Palestijnen enig perspectief te laten zien in wat dan nu begint. En tegelijkertijd ga je dus door met het creëren van voldongen feiten die iedere uitkomst van het overleg natuurlijk bij voorbaat al beïnvloeden. Dus ik kan het niet anders interpreteren dat dit een van de zaken is die de regering Netanyahu doet om een deel van zijn eigen regering bij elkaar te houden en steeds ook weer signalen te geven van we mogen dan misschien gaan praten, maar we bouwen gewoon door. Ja, maar wat dan als ze dat niet zouden doen? U zegt van het is voor binnenlands gebruik, maar verliest hij dan helemaal de steun voor welke poging tot vrede dan ook? Nou, hier valt weer een term die toch enige correctie verdient. Je kunt je in gemoede afvragen of Israël uit is op het sluiten van vrede met Palestijnen. Ik denk dat de situatie beter gekarakteriseerd wordt door te zeggen dat Israël met de Palestijnen rond de tafel zit om te kijken of de voorwaarden die Israël stelt aan het overleg of die door de Palestijnen worden overgenomen. Dat is niet zomaar iets wat ik zelf bedenk, maar dat is ook gebleken uit het overleg wat tussen 2000 en 2010 door eigenlijk dezelfde onderhandelaars is gevoerd en dat door het lekken van documenten naar Al Jazeera en inmiddels vastgelegd in een boek, de Palestine Papers, heel duidelijk naar voren komt. Israël stelt zijn voorwaarden, het staat de Palestijnen vrij om daarmee in te stemmen. En die voorwaarden die Israël stelt, die zijn zo verregaand dat ze niet voldoen aan de minimumvoorwaarden van de Palestijnen. En daarom loopt het op niets uit. Is dan Israël niet genegen ook maar iets in te schikken? Nou, Israël heeft natuurlijk ook te maken met een internationale publieke opinie, tot op zekere hoogte. En moet natuurlijk zorgen dat in dit overleg de Zwarte Piet niet bij Israël terechtkomt. En daar zal het de komende maanden over gaan. De Palestijnen zijn zo zwak, die kunnen nauwelijks concessies doen. Dus die zullen ook zeer terughoudend zijn. Zullen afwachten hoe de eigen publieke opinie een en ander interpreteert. En omgekeerd, Israël zal moeten voorkomen dat het beeld ontstaat van de Palestijnen zijn bereid op zich om te praten, maar wij gaan gewoon door met waar we eigenlijk mee bezig zijn, al jarenlang mee bezig zijn. Maar hoe verklaart u dan toch de vrijlating van die Palestijnse gevangenen? Want dat is natuurlijk voor de Israëli's ook moeilijk om te verteren. Ja, een derde correctie op het beeld wat er hier ontstaat is dat het is pijnlijk voor de Israëli's, zegt u, dat deze gevangenen, een aantal van deze gevangenen die aanslagen hebben gepleegd, dat die vrijkomen. Dat zijn aanslagen gepleegd op non-combattanten, dus burgers. En dat is een hele ernstige zaak. Maar ja, dat is de ene kant van de zaak, want als we kijken naar het aantal burgerdoden aan Palestijnse zijde van de kant van Israël, dat is een veelvoud daarvan. Dus waarom zouden wij alleen gevoelig zijn voor de gevoelens van de Joodse Israëli's en niet van die van de Palestijnen? Het zijn mensen die vaak al 10, 20 jaar vastzitten in de gevangenis, deel uitmaken van een verzet tegen Israëlse bezetting. We moeten nooit ook uit het oog verliezen, Palestijnen houden niet Israël bezet, maar Israël houdt Palestijnen bezet. En daar komt verzet tegen en dan gebeurt er soms ernstig
ernstige dingen, zoals waar deze gevangenen zich aan schuldig hebben gemaakt. Maar het is toch een te eenzijdig beeld om alleen dan oog te hebben voor de gevoelens van de Joodse Israëli's en niet van de Palestijnen. We gaan er uitgebreid over door deze uitzending. Meneer Soeterik, hartelijk dank voor uw toelichting. Goed hoor. Goedemorgen. Goedemorgen. 11 minuten over 7.